Nou, het verhaal van Job is voor mij het verhaal ook van de hele Holocaust. Van de tragiek van de Joodse geschiedenis. Want ik heb niet voor niets een Job gemaakt die lijkt op de overlevers van een concentratiekamp. En de hele geschiedenis, de vragen die Job stelt en de beproevingen die hem op zijn gelegd, waar die hebben zo ontzettend veel te maken met de vragen en die in onder woorden zijn gebracht in een boek wat ik vlak na de oorlog heb gelezen, The Face of God After Auschwitz, dat deze beproeving, waar geen antwoord op is, van je uitverkoren volk en dan zo gestraft en alle toestanden die eraan vastzitten, ook in de traditie van de katholieke kerk. Daar was het dus zo dat ik als jongetje op school nog leerde dat ze dat over zichzelf hadden opgeroepen, hè, de Joden. Omdat ze gezegd hebben, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen bij de veroordeling van Jezus bij Pilatus tot de kruisdood. Vandaar dat ik zo buitengewoon blij ben dat ik dit beeld zo heb mogen maken. En dat het hier staat, op de plek waar het hoort, op de mesthoop. En de mensen doen er hun eigen dingen mee. Ze plaatsen als troost voor het krabben van je wonden een potscherf tussen zijn knieën. En elke keer gooi ik het ding weg en elke keer ligt hij er weer. Dus het moet zo zijn. Ik merk ook dat voor heel veel mensen, al is het een schrikbeeld, er toch geleidelijk aan een soort houding ontstaat die me als beeldhouwer bijzonder deugd doet. Dat is dus dat als een beeld maar sprekend is en werkelijk iets vertegenwoordigt, dat dan toch geleidelijk aan door de mensen geaccepteerd wordt en dat ze er zelfs van kunnen gaan houden. En dat is toch iets anders dan met een alleen maar uiterlijk mooi beeld. Die oude verhalen die zijn zo inhoudsvol dat je daar heel lang genoeg aan hebt om daar mee bezig te zijn. En het is ook erg troostvol om elke keer als ik hier kom, dan weet ik dat er een stuk van mijn innerlijke belevenis gewoon hier blijft vertegenwoordigd. Voor mij is het dus het lot van de Joden.